Thank you.
Eve, de allereerste grote spektakelstuk dat we hier vandaag meemaken tegen het grote Halle Goijk. Dat na amper één wedstrijd onder jouw bewind. Dus ja, wat zijn jouw gevoelens na de wedstrijd? Vertel eens. Ja, heel content, hè. Als je ziet hoe dat de jongens vandaag spelen, dat is stoppen. Je ziet dat die allemaal terug plezier hebben in het voetbal. En dan zijn dat één voor één heel goede spelers. Je moet ook rekening houden dat we dan nog vier heel goede missen. El Atabi, Gadawi, Buri en Fashi. Dus ja, dat zijn ook toppers. Hè. Dus ja, en 5-5. Ik denk dat je niet een ploeg dat kan zeggen. Al 2 jaar ben je al zeker, dat die niet meer verliezen. Dus ja, ik ben heel content, zeker met een ploeg die eigenlijk nog niet veel heeft samengespeeld. Maar wat ik de laatste tijd zijn we proberen is terug wat plezier in het spel te brengen. En dan zie je wel dat elke ploeg rekening moet houden met Noorderwijk. Maar de weg is nog lang, hè. Maar deze een punt extra. We zijn in Antwerpen eigenlijk, vind ik, 3 punten kwijtgespeeld. Dat hadden we ook moeten winnen. Normaal, dit punt hadden we zeker niet op gerekend. Maar ja, dat is een extra punt. Misschien belangrijk voor de play-offs. Want dat is toch zo'n betrekking om zo hoog mogelijk te komen en dan een goede play-offs te spelen. Ja, en dan zo'n nieuwe 2 aanwinsten, de 2 Bulgaren, wat kunnen we daar nog over zeggen dan? Ja, dat zijn 2 goede spelers. Dat hadden we al in het begin gezien. Dat brengt ook wat meer evenwicht in ons ploeg. De rest is allemaal heel techniek en zijn straatvoetballers. En zij zijn echt het snel spel. En ja, ze zijn hier ook nog maar 2 weken, 3 weken. Ze hebben daar maar 2 weken meegetraind, want ze waren op weg met de nationale ploeg. Maar je ziet ook dat dat een meerwaarde is. Dus ik ben benieuwd als de anderen terugkomen, ja, wat dat gaat geven. En dan nu woensdag naar Hasselt. Nu nog even rustig genieten en dan terug de focus er direct op. Ja, tuurlijk. Vandaag is gespeeld, hè. Dus een maandag doen wij terug. Die analyse maken hoe dat Hasselt speelt. Dus dat gaan we eerst doen en gaan we nog 2 uur goed trainen. En dan hopelijk de 3 punten meepakken uit Hasselt, want dat is toch wel eens de betrachting. We gaan ons zeker niet ingraven en zeker niet spelen voor 1 punt. Want we gaan voluit voor die overwinning. Oké, Yves, dankjewel voor het interview. En proficiat.